Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Wow, het monster van Loch Ness. Very interesting. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een nieuwe custom map, namelijk de Dropper 2. Ik heb de Dropper echt al gewoon veel te vaak gespeeld in mijn YouTube leven. Maar toch, weet je, er zijn een hele hoop nieuwe kijkers bijgekomen in de tussentijd. Dus ik dacht van, weet je, ik ga deze map gewoon weer spelen. En dit is de tweede keer dat ik deze video probeer op te nemen. Want zojuist zat ik namelijk ook in deze map, alleen toen in 1.10. Dat is zeg maar de allernieuwste Minecraft versie. En dat ging helemaal mis. Dus nu zet ik in 1.6 en we gaan lekker beginnen met de Dropper 2. Als wij de 2000 likes, want het is de Dropper 2, op deze video kunnen halen, dan ga ik meer van dit soort custom maps spelen. En als je een like doet, heb je natuurlijk extra geluk in je leven. Terwijl als je geen like doet, je 10 jaar ongeluk hebt in je leven. Oké, wat moeten we doen? Level 1 rainbow, let's go. 5, 4, 3. Wat moeten we doen? Wat gebeurt er? Oh, nu vallen we naar beneden. Oké, let's go. Dat was best kut. Dat is niet de bedoeling. Oké, wacht. Zometeen drukken we op die knop en waar moeten we dan naartoe? Oh, dan moeten we gewoon wachten. Dus, oh nee, wat doe ik? Oh nee, jongens. Oké, kijk. We drukken hierop. Dan drukken we hierop en dan worden we binnen 5 seconden worden we gerespawned naar die plek. En als je dan op die pressure plate staat, dan val je geloof ik in het gat. Dat had ik helemaal verkeerd, jongens. Dat had ik echt wederom helemaal verkeerd. Oké, level 1 rainbow. 1. Oké, kom op. Nu wel, toch? Nu wel. Ja, we hebben hem. Yes. Nee! Ik had niet moeten bewegen. En waarom is het nou weer Minecraft muziek? Als ik ergens een hekel aan heb, jongens, dan is het wel Minecraft muziek. Oké, wat we dus deden is kut. Ha! Oh nee. Oh nee. Level 1 lukt mij al gewoon niet, jongens. Dat is zo ongelooflijk slecht. Want dat hoort juist, nou ja, dat hoort gewoon het makkelijkste te zijn. Oké, kom op. Hebben we hem? Wauw, jongens. Wauw, wauw, wauw. Is het real life? Is het gewoon letterlijk zo moeilijk? Dan ben ik echt een fucking sukkel. Let go. Oké, kom op. Kom op, kom op, kom op. Ik ga het in game met 1 spelen. Fuck dit. Ik word nu wel psychisch. Ik ben zo slecht, hè, jongens. Geloof me. Jullie hoeven het niet in de comments te laten weten. Ik ben er zojuist achter gekomen. Holy shit. Holy shit. Ben je serieus? Ik speel het nu in game mode 1 en ik haal het wel. Oké. Ik heb het zojuist gehaald. En we hebben een diamant. Let's go, man. Ik heb het gehaald. Cool. Level 2. Ik ben helemaal ready. Ik ga het weer in game mode 0 spelen, jongens. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Alleen ik, ja, schakelde net naar game mode 1. En toen ja, lukte het in één keer wel. Oh, kut. Wat is dit? Maar, was dit het? Oh, nee. Push the red button to go back to the first room. Dat hoeft niet. Level 2. 5. 4. 2. 1. What the fuck? Find a way to reach the bottom of the level. Oké, we moeten een manier vinden om onderaan te komen. En dat dus zonder dood te gaan. Wat gebeurt er? Dat was niet echt de juiste manier om onderaan te komen zonder dood te gaan. Dus we zullen even een andere manier moeten vinden. Maar misschien moet ik mijn render distance wat hoger zetten. Dan kan ik tenminste zien. Oh, dat staat al op far. Oké, dan kunnen we niet meer doen dan gewoon hopen dat het deze keer wel goed gaat. Oké, even kijken. Ga ik dood als ik dit doe? Ja, dan ga ik dood. Oh, ik ben zo'n debiel, jongens. Het is zo moeilijk. Ik ben hier gewoon totaal niet goed in. Je moet mij dat ook gewoon totaal niet laten doen. Ja, ik denk dat ik het weet. Ja, ik het weet. Let's go. Ja, 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 ja. Ja, nice. Ik heb hem. Ik heb hem, jongens. Ik heb hem. Oké, wat is nu de bedoeling? Let's go. Oké, we made it. Of niet? Nee. Nou, whatever. Voor mijn gevoel hebben we het gewoon gehaald. We hadden die diamant eigenlijk moeten meenemen. Maar ja, whatever. Oké, wat moeten we hier doen? Oh, nee. Ben je serieus? Wat is dit? Level 3. 2. 1. En nu vallen we weer naar beneden. Oh, nee. Oh, dit is gekke Matrix shit. Oh my god, nee. Huh? Ik heb het gehaald. Wat? Heb ik het nou gehaald? Was dat een soort van... Oh, ik moet daar naartoe. Oh, I'm coming. I'm coming. Wop, 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 wop. Oh, oké, we made it. Welke van de twee? Die? Of die? Oh, nou ja, oké, dan hebben we die ook gehaald. Dan gaan we, ja, weet je, eigenlijk hoort dit te branden. Maar waarschijnlijk omdat ik zeg maar niet dat diamantje pak wat je moet pakken, haal ik het een soort van ook weer niet. Maar ja, whatever. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. We gaan weer naar beneden vallen. Oh my god, hoe wil je dit doen? Wat? Ik snap hem al. Ik snap hem al, jongens. Wat de bedoeling is je valt naar beneden zo direct. En wat je dus eigenlijk gewoon moet doen, is je moet door de lava heen gaan. Want eronder zit waarschijnlijk een laagje water. Dat is probably de bedoeling. Oké, ik heb me zojuist best wel heel erg vergist. Waarschijnlijk is één van de vier dingen lava met water eronder. Alleen dan moeten we dus eerst
ja, degene vinden die dat is. En dat is best wel moeilijk op zich. Oké, let's go. 1. Oké. Kom op. En... Weet je, hier heb ik geen zin in, man. Ik ga niet de hele tijd proberen te onthouden welk gedeelte nou water eronder heeft en welk gedeelte niet. Dan word ik helemaal psychisch. Dus we gaan het gewoon lekker opnieuw proberen, want hey, dat lijkt mij op zich wel het beste om te doen. 1, let's go. Dus eerst was het rechts. Dan ga ik denk ik voor deze. Ik weet niet waarom je even een tijdje zo lang... Nee, dat was dus niet waar. En deze? Ja, oké. En dan ga ik nu voor... Ik weet niet waarom ik zo blijf haperen in de lucht. Hier, dat bedoel ik. Stel, ik had dit... Hier, weet je hoe moeilijk dit is, jongens? Weet je hoe fucking... Weet je, ik ga deze skippen, man. Ik vind het echt een kut level. Maar wat is hier? What the fuck? Oh. Maar wat is dit dan? Oh, dat is die diamant. Kijk, nu pas heb ik eigenlijk het level officieel gehaald, weet je. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen zien. Oké, let's go. Bam. Did I make it? Yes, I did. Of niet? Ik heb geen idee of ik het heb gehaald. Ik vind de dropper leuk, alleen ik vind het ook wel een beetje fucking moeilijk. Wat de fuck is dit? Oh, daar. Nice. Let's go. Oké. Dus hebben we hem nu een soort van gehaald? Ja, die hebben we wel gehaald. Oké, nummer 5. De boom. Oké, dat klinkt niet goed, jongens. De boom. Dat klinkt een beetje eng. Maar ja, we zullen het zien. 3, 2, 1. Are you ready to rumble? I am. Oké, let's go. Oké, kom op. Niet vallen, Job. Niet vallen. Ik zit in game mode 1. Pff, ik zat al te kijken van, hoe kan ik dit nou weer overleven? Ik viel best wel heel erg hard, weet je wel. Oké, nice, we hebben het gehaald. Eigenlijk een soort van niet. We hebben wel, in game mode 1 hebben we het gehaald. Maar anders was het gewoon te moeilijk, want ik ben gewoon een sukkel. Dus cool, man. Volgende level, bro. Wat is het volgende level? Dat is, even kijken. Hier hebben we... Ja, dat is deze. Embryo. Ik vind embryo zo grappig woord, jongens. Ik weet nog steeds niet tot de dag van vandaag waarom ik embryo zo ongelooflijk grappig woord vind. Maar ik vind embryo een fucking leuk woord. Oké, we gaan beginnen, jongens. Let's go. Ready to rumble. What the fuck? Oh, dat is echt een embryo! Nee, joh! Oh! Wow, nee! Nee, dit had ik niet eens gekund, jongen. Ik kan dit niet in game mode 1. Ik weet niet, je moet denk ik gewoon fucking goed zijn om dat wel te kunnen. Ik denk echt, als je gewoon heel goed bent, dan is het geen probleem. Als je Dutch Shoeber heet, dan is het wel een probleem natuurlijk. Nou, level 9 dan maar. Beetlejuice. Ik weet niet wat Beetlejuice betekent, maar... Oh, dat is ook leuk. Die doet het gewoon niet. Oh, misschien omdat we er nog eentje hadden die we hier moesten afronden, of niet? Oh ja, embryo. En dan Dimension Jumper. Oh nee, brain. Eerst brain. Oké, brain. Brain. Ik ben benieuwd, man. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. En wat is de bedoeling? Oh my god. Hey, dit is wel epic, man. Ik ga niet voor jullie liegen. Oh, shit. Ik was eigenlijk nu al dood, maar ja, whatever. Oh, shit. Ik was eigenlijk weer dood. Nou ja, whatever. Ik snap echt niet hoe mensen dit doen, man. Ik snap echt niet hoe mensen de dropper zonder te cheaten kunnen halen. Ik weet dat nu mensen in de comments zeiden van... Ja, joh, dat is helemaal niet zo moeilijk, maar je bent gewoon een noob. Ik weet het, kijker. Ik ben inderdaad een noob. Mijn excuus is dat ik geen prof ben. Oh, kut. Oh, kut. Kut. Level 9, dimension. Oh. Spring. Rennen, spring. Oké, kom op. Oké, dit dimension, jongens. Dimension. Dimension dingen. Deze heb ik trouwens nog nooit eerder gespeeld in de dropper 2, voor zover ik mij kan heugen. Oh, oké. Dit is wel een leuke, vind ik zelf. Ik vind hem alleen wel een beetje lastig. Hoppakeetje, oké. Dat wil ik trouwens ook een keer gaan doen. Er is een map, die gaat echt dus om zo snel mogelijk een parcours afleggen met een speedboost. Dat is ook wel echt een super grappige custom map. Misschien dat jullie die mij ook wel een keer willen zien spelen. What the fuck is dit? Oké, ik heb nog steeds die speedboost. Oh, hij is weg. Ik wou net zeggen van what the fuck, dat is wel een beetje heel raar. Oh my god, wat nu? Oh! Oké, wacht. Even opnieuw. Laten we zeggen, we vielen van de 4. Oké, let's go. Huh. Oh. We hebben wel de kist gevonden. Maar dit mag helemaal niet wat ik doe. Ik ben zo hard aan het cheaten. Gewoon omdat ik zo slecht ben in dit soort mappen, jongens. God damn. Oké, nou ja. We made it. Kinda. Eigenlijk gewoon totaal niet. Maar ja, whatever. Oké, even kijken. Ik heb nu in één keer de hik. Kan het nog erger, jongens. En ik ben super slecht in deze map. En ik heb de hik. Goeie combinatie, Job, man. Goeie combinatie. Volgende. Web. Oké, dat klinkt als iets fucked ups. Web, dan moet ik gelijk denken aan spinnen. En spinnen zijn kut. En dat is gewoon, je weet toch? Oké, kom op. We gaan door dat gat hier. Zo, ja. Ik ben zo... Oh, nee. Creepy shit. Oké, let's go. Op. Wat is dit? Er zit hier iets. I don't know what, maar... Oké, let's go, man. Ik heb hem eigenlijk gewoon weer niet gehaald. Ik weet dat jullie nu ook denken van... Job, je bent zo oneerlijk in dit spel. Je haalt hem eigenlijk helemaal niet. Ik weet het. Ik geloof me. Ik weet het. Armor. Oké, let's go. Level armor. Ja, als ik nou armor had... Oh. What the fuck?
Ja, ik heb hem gehaald, vind ik zelf. Ik vind persoonlijk dat ik hem gehaald heb. Dat is een soort van telt mee, I guess. Armor, level 12. Dracula's bedroom, oké. Okay. Oh, what the fuck? Follow the pumpkins. Oké. Okay. Rennen, 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 spring! Oh, oké. Okay. Dit is meer een parcours eigenlijk dan een dropper. Tenminste, hoe ik zelf kijk naar hoe een dropper eruit ziet. Maar het is wel leuk om ook een keer een ander soort... Ik heb hier trouwens een soort van puisje. Ik heb nooit een puis, dus het voelt echt kut. Wow! Ontploffen ze niet? Nee, ze ontploffen niet. Oké, nice. Ik ga zo kapot staan. Lekker voor jullie! Ik sloop alles! Wat gaan jullie eraan doen? Waarschijnlijk als je dit in Game Mode 0 speelt bij de lul, of niet? Oh ja. Oh ja. Oh nee! Oh nee! Ik hoor gewoon al die ontplofgeluidjes van de creepers hoor ik opkomen. Dat is echt fucked up gewoon. Wacht, hè? Maar wat nu? Heb ik die poets nog? Nee, ja. Dit is een probleem, maar ja, dit is wel degelijk een probleem. Oh! Oh! Pff, ik heb het gehaald. Yes, I made it. Eigenlijk gewoon totaal niet, man. Maar dit is ook zo'n rare map, jongens. Ik weet je, de volgende keer... Wow, dat is een pentagram. Dat is een beetje duivels. De volgende keer ga ik een andere Minecraft custom map spelen. Dat vind ik wel echt een hele leuke. Deze is op zich ook wel leuk hoor, maar ik ben er gewoon fucking slecht in. Alleen dan ga ik een andere Minecraft custom map spelen. En die heet geloof ik 15 seconds. En in die Minecraft custom map, of nee, 30 seconds, moet jij proberen om elke keer een geheel parcours in een halve minuut af te leggen. Dat is echt super, super moeilijk. Ik ga de video hier maar gewoon afsluiten, jongens. Ik ben super slecht in de dropper 2. Ik heb ook veel te veel gecheat. Sorry daarvoor. Maar ja, ik heb in ieder geval jullie wel een beetje een soort van impression kunnen geven van hoe deze map er nou eigenlijk uitziet. En ook gelijk van hoe slecht ik in deze map ben. Het was je boy, de tuber. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op deze video als je dat niet gedaan hebt. Als we de 1000, nee, als we de 1500 likes op deze video kunnen halen, dan ga ik zo snel mogelijk de andere custom map uploaden die ik dus zo snel mogelijk ook voor jullie wil gaan opnemen. Oftewel de 30, oftewel de 30 seconden map waarin jij in 30 seconden een geheel parcours moet afleggen. Het was je boy, de tuber. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.